Kijk, de eerste regendruppels die zijn aan het vallen. Na een lange, droge en warme periode. En dan, ja, je ruikt het al, die aardse geur die door heel veel mensen als prettig wordt ervaren. Maar hoe ontstaat die geur nou eigenlijk als de eerste regendruppels vallen? Kijk, hier is een mooie droge plek en je ziet het al. Er komen ook al spetters op de grond. En ik noemde het al een aardse geur. En dat is ook niet zo gek, want de grond speelt een belangrijke rol. Met mijn loep kan ik u dat goed laten zien. Op de grond liggen allemaal kleine deeltjes. Van dieren, van planten of gewoon van grond. En die zorgen ervoor dat die geur kan ontstaan. Onder een vergrootglas is mooi te zien wat er gebeurt. Een regendruppel valt op de droge grond en vangt als het ware een luchtbel die tussen het water en de grond komt te zitten. De luchtbel kan geen kant op, maar perst zich snel door de regendruppel heen. Niet als een grote luchtbel, maar als allemaal kleine luchtbelletjes. De luchtbelletjes trekken ook een spoortje water van de regendruppel mee. En dat spoortje is weer gevuld met allerlei minuscule deeltjes die op de grond lagen. En deze mini-druppeltjes met vaste deeltjes erin noemen we aerosolen. Al deze aerosolen zweven door de lucht en hebben op basis van hun samenstelling een eigen geur. En al die geuren samen door elkaar heen ervaren wij als de geur van regen. Als het harder gaat regenen, dan verdwijnen de aerosolen uit de lucht, omdat ze als het ware uit de lucht worden gewassen. Zoals nu. Kom, we gaan weer naar binnen. Wist je dat de geur van regen ook een naam heeft? Met een duur woord noemen we het ook wel petrichor. Petrichor is een samenvoegsel van twee Griekse woorden. Petra, dat steen betekent, en ichor, dat staat voor het gouden bloed dat door de aderen van de goden stroomt. De naam die werd door twee Australische wetenschappers bedacht in 1964. Zij deden toen een experiment met droge rotsen en stoom. Toen ze de rotsen met de stoom behandelden, kwam er een geelachtige olie uit. En die had die sterke aardse geur. De oud-Grieken hebben het dus waarschijnlijk nooit over petrichor gehad. Maar ongetwijfeld hebben ze wel de geur geroken als de eerste regendruppels op het land vielen.